Ja, dit is de 23-jarige Paul Pluimert uit Dordrecht. Paul ging het weekend van 3 op 4 november afgelopen najaar stappen met vrienden in Breda en stond met hen om 4 uur 's nachts op een taxi te wachten toen ze zagen dat er iemand ruzie met iemand stond te maken. Paul werd vlak daarna neergestoken. Goedlachs, gangmaker, klein broertje in een warm, stabiel gezin. De 23-jarige Paul Pluimert is geliefd, ook bij collega's, en heeft een rijk sociaal leven. Hij werkt als lasser en is gek van voetbal. Zijn club, DFC in Dordrecht, waar hij als kleuter begint en sinds 4 jaar in het eerste zit. Hij is echt een kind van DFC en vindt er een aantal van zijn trouwste vrienden. Met onder andere een paar van die vrienden gaat Paul zaterdagavond 3 november stappen in Breda. Al eerder maakte de politie bewakingsbeelden openbaar van die nacht, iets na 4. Je ziet hoe druk het is met uitgaanspubliek. Veel mensen staan op het punt om naar huis te gaan. Rechtsonder komen 2 mannen aangerend. Een paar seconden later de man die verdacht wordt van het even later neersteken van Paul Pluimert. Hij kijkt op het zebrapad wat zoekend om zich heen, richting de drukbezochte Lumpia-kraam. Op dit moment lijkt er zo op de beelden nog niet echt iets met hem aan de hand. Maar kijk hoe hij even later reageert als iemand hem even raakt bij het oversteken. Er ontstaat meteen ruzie, waarbij de man uithaalt. Dapper, 2 jonge vrouwen grijpen in. Het lijkt gesust. De man loopt richting de taxistandplaatsen. Daar is op dat moment ook de vriendengroep waar Paul Pluimert bij is. Zij gaan aan de man vragen wat er is gebeurd en waarom hij een van hen geslagen heeft. Zoals op de beelden is te zien, gaat dit heel erg rustig en zijn ze absoluut niet uit op een confrontatie. Vrijwel direct wanneer de groep bij de man aankomt, wordt Paul uit het niets neergestoken. Hij weet nog de straat over te steken, maar zakt aan de overkant in elkaar. Hoewel zijn vrienden meteen bij hem zijn en de politie waarschuwen, overlijdt Paul vrijwel direct. De dader is er meteen vandoor gegaan. Maar dankzij hulp van getuigen wordt niet lang daarna een 36-jarige verdachte aangehouden die zich op een parkeerterrein probeerde te verstoppen. Ondertussen proberen de familie en vrienden te bevatten waarom Paul er niet meer is. Ze schreven het volgende over hun verlies. Onze wereld staat sindsdien stil. Dat juist Paul zo sociaal en zachtaardig dit moest overkomen, we zullen het nooit begrijpen. We zullen hem nooit zien trouwen of een gezin zien stichten. Het is gestopt. Iemand heeft ons dit afgenomen. Dat is niet te dragen. Thuis is het stil. We weten dat we door moeten. We weten alleen niet zo goed hoe. Bij voetbalclub DFC besluiten ze dat niemand ooit nog met rugnummer 5 zal spelen. 2 weken na zijn dood volgt een indrukwekkend eerbetoon. 100 fakkels, 1 minuut stilte. In de 5e minuut wordt nogmaals bij het verlies van hun vriend stilgestaan. We leven van dag tot dag en hopen dat we ooit de glans van het leven weer terugkrijgen. Dat zou Paul zo willen namelijk. Ja, meneer Van Hooyink, afschuwelijk dat dit is gebeurd. De man die die avond werd aangehouden, mede dus dankzij getuigen, die zit nog altijd vast. Klopt, dat is een 36-jarige man uit Breda. Nou, op dit moment gaan we ervan uit dat Paul Pluimert een willekeurig slachtoffer is geweest. Nou, zijn overlijden is natuurlijk ongelooflijk tragisch. En dat blijkt ook wel uit die honderden mensen die condoleancebijeenkomsten bezocht hebben. Zijn vriendengroep die nog wekelijks naar het graf gaat. Ja, en er zijn natuurlijk ook nog veel mensen die op die vroege zondagmorgen hem daar zo op de grond hebben zien liggen. Ja, voor die getuigen is dat een beeld wat waarschijnlijk nooit meer van hun netvlies zal gaan. Moet u toch even uitleggen, er zit een verdachte vast en toch heeft u vanavond hulp van kijkers nodig. Klopt, want we hebben nog niet met iedereen contact gehad die avond op de Nieuwe Prinsenkade in Breda de verdachte heeft gezien en gesproken misschien. Ja, want we willen nog steeds precies weten wat er nou in die momenten voor die fatale steek, waarbij hij overleed, wat daar nou precies gebeurd is. En op die beelden staat een aantal specifieke personen en daar wilt u eigenlijk liefst vanavond nog mee in contact komen. Klopt. Nou, één daarvan is in ieder geval een chauffeur van een wit taxibusje. Die stond die nacht rond 4:05 op de officiële taxistandplaats op de Nieuwe Prinsenkade.
Nou, de dader heeft net voor het steken die chauffeur van deze taxibus aangesproken. Nou, die chauffeur is ook uitgestapt en die lijkt met de dader ook echt te hebben gepraat. Nou, het zal niemand verbazen dat wij willen weten wat daar nou precies gezegd is. En vlak daarachter, achter die bus, is ook vlak daarna dus Paul neergestoken. Klopt, en die chauffeur was net op dat moment zijn bus aan het keren, waarschijnlijk om mensen weg te brengen. Nou, toen is Paul nog overgestoken. Ja, we willen gewoon heel graag met die man in contact komen. En mocht deze bestuurder zelf nu kijken, mocht u kunnen helpen om deze chauffeur te traceren, omdat u bijvoorbeeld bij hem in de wagen zat toen hij daar wegreed, doe dat alstublieft. Dan zagen we op de beelden ook al dat die verdachte al op dat zebrapad met iemand aan het vechten was. Diegene heeft u inmiddels gesproken, maar er zijn nog twee andere mensen die het mogelijk al net daarvoor met die verdachte aan de stok hebben gehad. Klopt, op die beelden zien we inderdaad dat twee mannen komen aangerend. Die buigen dan snel richting de Lumpia-kraam af. Nou, daarna zien we ook de verdachte die wat zoekend om zich heen kijkt. Ja, die twee mannen kwamen vanaf de Hoge Brug. Ja, we houden dan ook rekening mee dat daar al iets met de verdachte is voorgevallen. Dus het is voor ons heel belangrijk om te weten waarom dat die mannen daar nu wegrenden. Dus we hopen dat zij snel met ons contact willen opnemen. En dat geldt eigenlijk ook voor andere mensen die daar op de Hoge Brug stonden op dat moment. Die misschien toch iets meegekregen hebben van een woordenwisseling, een opstootje. Ook aan hen vraag ik dringend om zich bij ons te melden. Zodat we snel duidelijkheid kunnen geven over de omstandigheden rond de dood van Paul Pluimert. De beelden staan allemaal op onze site. U kunt ze ook delen met anderen. En even, het gaat om getuigen die gezocht worden. En daarom hebben we al de personen op die beelden onherkenbaar gemaakt. Mocht je die avond uit zijn geweest, heb je iets van de ruzie of de aanloop gezien, neem dan alsjeblieft ook contact op. De opsporingstiplijn van de politie. 24 uur per dag, gratis bereikbaar op 0800 60 70.